Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten. We praten straks met burgemeester Beenakker over het vraagstuk rondom de vluchtelingen die ook wellicht naar Tiel toe gaan komen. En met Remco Dijkstra, hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. We praten met hem over zijn werkzaamheden. Aangeschoven in deze aflevering van het Koetshuis is Remco Dijkstra. Hij is Tweede Kamerlid namens de VVD. Remco, van harte welkom in het Koetshuis. Dankjewel. Spannende tijden op meerdere fronten. Ja, meerdere fronten. We hebben net Prinsjesdag gehad met de begrotingen. We zijn blij dat we als VVD eindelijk wat terug kunnen geven aan de mensen. 5 miljard komt terug naar de maatschappij, zullen we maar zeggen. Ja, 5 miljard, maar vooral naar de werkende mensen. Dus de mensen die eigenlijk de meeste belasting betalen, die krijgen nu een stukje terug. We verlagen de belasting in de tweede en derde schijf. Maken werken eigenlijk aantrekkelijker. Nou, dat is een belangrijk thema voor ons. We zijn blij dat het ook gelukt is. We zien ook de economie weer aantrekken. Maar we zijn er nog lang niet. Nou, we zijn er nog niet. Het is het begin. Maar als de economie zo aantrekt zoals het nu doet, misschien dat we volgend jaar weer zo'n klapper kunnen maken. Heeft dat met de economie te maken of daadwerkelijk ook wel met wat er in Den Haag wordt beslist? Nou, hoe zie jij dat? Den Haag speelt een rol in, de wereldeconomie natuurlijk ook. Maar we hebben als kabinet, dus de VVD samen in de regering met de PvdA en ook een aantal andere partijen, behoorlijk wat beslissingen genomen, hervormingen. Die nodig waren. Dus wetten die eigenlijk 10 jaar lang lagen, hebben we opnieuw gedaan. We hebben de begroting op orde, dat was ook onze belofte. De tering naar de nering zetten. En dan zie je op een gegeven moment, als laatste komt nu het vertrouwen ook terug van de consumenten. Je ziet de huizen. Nou, is dat zo? Ja, je ziet de huizenverkoop zie je aantrekken, prijzen stijgen weer. Je ziet dat bouwondernemers weer opdrachten kregen, waar dat eigenlijk 2 jaar geleden gewoon stil lag. Je ziet allerlei signalen op groen gaan inmiddels, ook de bedrijfsinvesteringen. Dankzij de export hebben we ook nog altijd, is er groei. Maar er zijn ook genoeg bedreigingen nog, hè? Bijvoorbeeld wat heel actueel is op dit moment, het vluchtelingenvraagstuk. Er zijn heel veel issues. We hadden de Oekraïne, nu hebben we de vluchtelingenproblematiek. En ook de wereldeconomie natuurlijk. Als er in China wat gebeurt, hebben we daar ook gevolgen van. Maar nu zie je dat het vertrouwen terugkomt. Dat de economie zich herstelt, maar we zijn er nog niet, want er zijn nog te veel mensen die werkeloos zijn. En dat is niet goed. Maar als het vertrouwen terugkomt en mensen gaan weer wat besteden en ze merken ook dat het beter gaat, iedereen ziet het op zijn loonstrookje ook zometeen weer, dan gaat het goede kant op. Dan kan die overheid kleiner worden, maar de portemonnee van de mensen groter. En dan gaat het de goede kant op. Jij komt hier uit de regio. Je bent begonnen als raadslid in de gemeente Buren. Daarna door naar de provincie Gelderland als statenlid. Ja. En uiteindelijk al een aantal jaren Tweede Kamerlid. Hè? Ja. Hoe bevalt dat? Heel goed. Nu 3 jaar Kamerlid. Tijd gaat gigantisch snel. Wat het leuke daarin is dat je heel veel leert over heel veel dossiers. Mijn portefeuille is milieu, duurzaamheid en klimaat. Niet iets wat je meteen bij een VVD'er denkt. Is dat sexy voor jou? Het is niet sexy, maar het is wel heel interessant. En ik maak het een economisch verhaal, zodat het ook onze kiezers aanspreekt. Hoe doe je dat? Milieu is niet iets wat voorbehouden is aan mensen met geitenwolle sokken. Milieu is ook gewoon verstandig beleid. Iedereen geeft om zijn eigen leefomgeving. Iedereen wil schone lucht, schoon water, noem maar op. Maar bedrijven willen ook het beste product maken tegen de laagste kosten. En als je minder grondstoffen verbruikt, bijvoorbeeld energie of water, heb je een kostprijsvoordeel. Tegelijkertijd heb je minder uitstoot. En ik zie dus dat milieu en economie eigenlijk 2 kanten van dezelfde medaille zijn. Ze versterken elkaar. Nou, dat levert banen op. Denk aan de circulaire economie. Wat is dat? De circulaire economie is eigenlijk, nu hebben we een product, dat maak je, dat gebruik je en op een gegeven moment is het op en dan vernietig je het. Dan is het weg. Dan zijn die grondstoffen die erin zitten, zijn ook gewoon, die verbrand je bijvoorbeeld of die stort je. Ja. Dat is zonde. Als je die grondstoffen nou uit dat afval weet te halen en je zou ze opnieuw kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij wasmachines. Waarbij je aluminium en metaal en plastics en alles eruit kan halen. Een mooi voorbeeld daarvan is dan ook bijvoorbeeld autosloperij. Hè? Een auto die autosloperij, we hebben hier in Tiel de ARN. Uh-huh. 98% van wat er nu, auto's die geproduceerd worden, worden de vloeistoffen uitgehaald, de accu's worden gerecycled. En ook alle materialen. En dan kun je die producten weer hergebruiken in nieuwe auto's, in nieuwe voertuigen. En het liefst natuurlijk zo hoogwaardig mogelijk. De tijd dat we van plastic alleen maar nog vliestruien maakten en bermpaaltjes, die is echt voorbij. Je ziet nu echt dat de plastics bijvoorbeeld, met name ook bij de Afri, die dat nu wat scheiden doet hier in Rivierenland, dan zie je dat dat weer grondstof oplevert voor echt nieuwe producten. Jij bent daar voorstander van? Ja, absoluut. Ik stimuleer dat. In de nieuwe koffiezetapparaten van, reclame mogen we niet maken, maar nieuwe koffiezetapparaten van een Nederlands fabrikant, zitten plastic korreltjes die dankzij de mensen hier zijn ingezameld. Plastic is gescheiden, gewassen, verwerkt, et cetera.
En dat levert dan echt die grondstof op. En dat is mooi. Even terug naar die landelijke politiek. Dat blijft woelig, hè? Het is eigenlijk de waan van de dag tegenwoordig. Ja, wat je zeker weet is dat iedereen overal anders over denkt. We hebben in de Tweede Kamer ook heel veel partijen. Ik geloof dat we nu 16, 17 partijen hebben. Er zijn wat afsplitsingen geweest. Dat maakt dat land niet beter bestuurbaar. Maar de truc is dus wel om een soort gemeenschappelijke factor te vinden die elkaar bindt. En lukt dat? Niet altijd. Vaak wel. Frustrerend? Kost tijd. Nou, het is mijn vak, hè. Dus je moet altijd zorgen dat je de ander ook wat gunt. Zeker als ik naar mijn eigen portefeuille kijk. Leven en laten leven. Ja, dan gaat het goed. Maar als je nou bijvoorbeeld naar Wilders kijkt, die heeft daar geen boodschap aan. We hebben een aantal partijen die verantwoordelijkheid nemen. Wij dragen dat ook al, zeker als coalitiepartij. Er zijn ook partijen die hebben het wat makkelijker. Jij doelt op PVV bijvoorbeeld, maar ook de SP. Die gewoon natuurlijk dingen kunnen roepen. Maar ja, dan vraag ik me altijd af, waar zijn dan de oplossingen? Zeker als je nu een relatie wil leggen met dat vluchtelingenproblematiek. Dan is het heel makkelijk om te zeggen, grenzen dicht. Maar het is natuurlijk een illusie dat wij prikkeldraad gaan spannen tussen België en Duitsland. Dat zie ik niet snel gebeuren. Dat is ook niet goed. Dus je zult echt met oplossingen daar moeten komen. Is dat puur populisme volgens jou? Nou ja, nee, niet helemaal. Populisme is, vind ik, ook niet verkeerd. Je moet ook zeggen wat de mensen vinden en wat de mensen voelen. Ik ben laatst in Ede geweest en ik praat in de regio regelmatig met gemeenteraadfracties. Die zien zich geconfronteerd zometeen met een toestroom, hè, van heel veel asielzoekers bijvoorbeeld. En die zorgen die mensen hebben die daar wonen, ook hier in Tiel, ja, die moet je heel serieus nemen. En ik vind dat een hele lastige opgave. Deels onterecht, hè? De onderbuikgevoelens die af en toe loskomen, ook grotendeels wel terecht. Vanuit het perspectief van dat individu. Nou kijk als ik Syriër zou zijn en ik zou moeten vluchten voor oorlog, dan zou ik ook graag hier naartoe komen. Alleen wat we zien is dat de mensen die uit die landen komen, er zitten ook heel veel mensen bij die niet uit Syrië komen, maar bijvoorbeeld uit Bangladesh en Pakistan, die misschien wat meer voor economische reden hier komen. En dan is het gek dat je eigenlijk 7 landen doorkruist op weg naar het land met de beste sociale voorzieningen. Ja, de partijvoorzitter van de VVD die heeft recent uitspraken gedaan dat het anders aangepakt moet gaan worden. Hè? Kun je dat duiden? Ja, wat hij bedoelt? Onze fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft een voorstel gedaan om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor vluchtelingen. Kijk, de echte vluchteling die is natuurlijk welkom. Maar er zitten ook mensen bij die vanwege economische motieven hier komen. Ja, en die moeten we weren. Want dat legt een te groot beslag op onze woningvoorraad. Je ziet dat de woningen van woningcorporaties gaan dan naar asielzoekers toe. Ja, maar is Tiel daar wel bijvoorbeeld, hè, als we het over Tiel praten, eigenlijk heel Nederland? Zijn we er wel op voorbereid? Nou, de massa is zo groot op dit moment. En de urgentie is zo groot. Dat we daar nooit op voorbereid op hadden kunnen zijn. Er komen nu 600-700 per dag komen er binnen. Ja, en je wil de mensen niet op straat laten slapen. Dus je moet daar een tijdelijke oplossing voor hebben. Maar het plan wat we dus nu gelanceerd hebben is van maak Nederland wat minder aantrekkelijk. Zorg echt wel voor veiligheid en een dak boven je hoofd. Maar alle toestanden dat je ook meteen een huis krijgt toegewezen. Of dat je recht hebt op sociale voorzieningen of meteen een uitkering. Ja, daar moeten we echt even terughoudend in zijn. Want dat zorgt ervoor dat Nederland als een soort magneet werkt. Terwijl het gaat natuurlijk puur om veiligheid. En we willen de echte vluchtelingen, die willen we helpen. Maar mensen die vanwege andere motieven hier komen, ja, daar is geen plek voor. En die zullen weer terug moeten. Jij hoort natuurlijk die uitspraken van mensen gewoon in het land ook. Ja. Als het gaat om die vluchtelingenproblematiek, waar vind je daar zelf van? Dus het land uit, ze pikken onze, echt benoemen, hè, wat ik nu doe. Ze pikken onze ja, privileges in, onze rechtsstaat zullen we maar zeggen. Het kost te veel geld. Ja. Het gaat ten koste van alles. Er zijn allerlei crossverbanden die mensen aanhalen. Maar het wordt wel geroepen. Ja, heeft dat te maken met voorlichting, dat gebeurt? Nou ja, voorlichting is belangrijk. Maar het gevoel wat mensen hebben, de onrust die het met zich meebrengt. Kijk, in de media zie je vaak beelden van kindertjes. En er wordt de beeld geschetst alsof het allemaal doktoren en hoogopgeleide mensen zijn. En dan zouden we er minder moeite mee hebben. Maar als je gaat kijken, dan de ervaringscijfers leren dat de helft van de mensen in de bijstand dan zit. Ja, dat is ook niet de situatie waarin je wil. Als er 600 mannen bij jou om de buurt komen, het zijn over het algemeen jonge mannen. Die maandenlang geen vrouwen hebben gezien. Ja, dan kan ik me best zorgen dat je ongerust maakt. Daar maak ik me ook ongerust over. Van hoe gaat het dan? Dat moet wel veilig zijn. En er zijn dus vechtpartijen, er zijn excessen. En die zul je hebben, maar die zul je wel zo beperkt mogelijk moeten houden. Dus de zorgen van mensen, die nemen heel serieus. Dat is het eigenlijk. En we zullen daar het antwoord van de VVD is dus, we moeten Nederland
minder aantrekkelijk maken voor mensen die, die hulp zoeken. Ja, de aantal... In wat voor hoedanigheid dan ook? Nee, niet in wat voor hoedanigheid. De echte vluchteling is welkom. Ja. En krijgt ook op een gegeven moment een status. En kan dan hier blijven of niet. De status houden? Ja. Mm-hmm. Maar de mensen die je niet horen, ja, die moeten zo snel mogelijk weer weg. Wij pleiten ook voor opvang in de regio. En we willen voorkomen dat Nederland als een soort magneet is vanwege de uitkeringen, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en alles. Dat te veel hier komen. Ja, want dat ontwricht ons land. Ja. Ja. Nou, dat zijn harde uitspraken, maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is zo. En we hebben de excessen gezien in Drenthe nu. Je ziet het op meer plekken dat een beetje uit de hand begint te lopen. En het is lastig. We hebben daar dus een oplossing voor. En dat betekent dat we Nederland minder aantrekkelijk moeten maken. Maar tegelijkertijd de echte vluchteling wel een status moeten geven waarop die recht heeft. Nou, zo dadelijk hebben we Hans Beenakker, de burgemeester van Tiel, te gast. En dan gaan we praten over heel gericht. Wat gaat Tiel doen met statushouders en met vluchtelingen? Ja. Hey, mag ik jou danken voor het gesprek? Graag gedaan. In het koetshuis nu aangeschoven burgemeester Beenakker, de burgemeester van de gemeente Tiel. Burgemeester Beenakker, van harte welkom. Dank u wel. De vluchtelingenproblematiek. Zojuist ook al mee gesproken met Remco Dijkstra. Hij is Kamerlid van de VVD. Ook meer met hem gesproken over het probleem landelijk. Ja. Tiel heeft die problemen nog niet. Zover moeten we wel over problemen spreken, maar in ieder geval het vraagstuk. Ja. Maar komt wel op ons af. Ja, ik zou inderdaad liever willen spreken over het vraagstuk. Klopt, we hebben, er is natuurlijk nu het nieuws gekomen, ook de rechtbank, een brief gestuurd aan de omwonenden. En dat kwam omdat dat een gebouw is die van het Rijk is, hè, van de landelijke overheid. Ja, wat de Rijksoverheid nu mee bezig is, in dit geval de Rijksgebouwendienst. Die hebben een lijst gemaakt van gebouwen die landelijk die leeg staan, die van de Rijksgebouwendienst zijn, dat is de rechtbank ook. Die hebben die aan gemeenten aangeboden met de vraag van, goh, wilt u er gebruik van maken, dan kan dat. Dus het gebouw wordt dan voorlopig even niet in de verkoop gezet, maar aangeboden aan de gemeente voor de verhuur. En dan gaat het om de huisvesting van statushouders. Dus dat zijn vluchtelingen die al wel een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Maar... Die als het ware gescreend zijn, ja. En als vluchteling daadwerkelijk te boek staan. Precies, en een woning nodig hebben en in afwachting van de woning dan in zo'n gebouw gehuisvest zouden kunnen worden. Ik heb die brief gestuurd niet omdat die rechtbank nu concreet in beeld is, maar omdat die lijst is openbaar. De NOS belde daar ook over en ik wil niet dat mensen dat uit de krant lezen, uit de buurt. Wat we hebben aangegeven is van dit is een van de mogelijke gebouwen die we aan het onderzoeken zijn. Ik weet helemaal niet of dit gebouw geschikt is. Ik kan me voorstellen dat je nog behoorlijk wat moet verbouwen daarvoor. Dus we zijn in Tiel aan het kijken van welke gebouwen zouden nou eventueel geschikt zijn. Welke zijn er nog meer geschikt? Huisvesting van statushouders. Ja, dat vind ik lastig om die nu te gaan noemen, want er zijn allerlei gebouwen leeg. En de meeste... Nou, wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de Betouwen. Dat is dan weliswaar geen Rijksoverheidsgebouw. Nee. Die staat leeg. Of is dat niet zo? Nee, het staat niet leeg. Dat is, daar hebben we al overleg over gehad met de woningbouwcoöperatie. Maar dat wordt verhuurd op dit moment. Dus dat staat niet leeg. Zo zijn we dus met de coöperaties, maar ook met de eigenaren. Want de meeste gebouwen zijn natuurlijk geen eigendom van de gemeente, maar van particuliere eigenaren. In gesprek of die eventueel te gebruiken zijn. En dan is het natuurlijk van belang dat je goed kijkt, is het gebouw geschikt? En dan gaat het echt geschikt dus voor wooneenheden, hè, van statushouders. Mm-hmm. En is de omgeving ook geschikt? Hè, dan moet je natuurlijk ook naar kijken dat het, of het in die omgeving kan. Nou, dat gaan we nu in beeld brengen. We hebben als Tiel gezegd van, en daar gaan we ook overigens met de raad nog over spreken, de komende raadsvergadering. Ja, wat is de invloed van de raad? Nou ja, de raad moet daar natuurlijk richting in geven, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Goed, de Rijk legt op, hè? Dat hebben we ook gezien in Oranje. Ja, maar dat is denk ik goed om even te schetsen. Het is natuurlijk een ingewikkelde problematiek, maar Oranje is een heel ander iets. Daar gaat het om de huisvesting van vluchtelingen, noodopvang. Waar wij het nu net over hadden, is de opvang van statushouders in wooneenheden. Dus het is een afwachting van de woning. Ja, de vluchtelingen die nu in grotere opvang komen, die zitten nog voor dat traject. Die hebben ze nog geen verblijfsvergunning. Daarvan heeft overigens het kabinet gisteren in overleg met de VNG gezegd van we gaan in ieder geval niet meer de gemeente dwingen zonder overleg om dat te doen. Dat lijkt me heel goed. Het is belangrijk om daar zorgvuldig overleg, precies. Als Tiel zegt nee, dan is het nee.
Ja, het is belangrijk om daar zorgvuldig overleg met elkaar over te hebben. Maar er is gisteren ook, zijn ook twee andere dingen gezegd in het overleg. Eén is van, als het gaat over noodopvang, dan is het behoefte nog steeds om vooral in te zetten op grotere locaties vanuit de COA. Dat heeft gewoon heel praktisch te maken met, je moet natuurlijk allerlei dingen regelen. Met sanitaire voorzieningen, met facilitaire voorzieningen, met beveiliging, et cetera. Nou ja, dat is natuurlijk niet heel efficiënt als je dat op een locatie gaat doen voor 10 mensen. Dat is één. En anderzijds is gisteren gezegd van het is vooral belangrijk om nu fors in te gaan zetten op die huisvesting van de statushouders. Zowel in woningen, maar ook in afwachting van de woning in tijdelijke eenheden, hè, zoals leegstaande kantoren. Omdat je daarmee die AZC's leegtrekt. Die AZC's, daar zitten nu heel veel mensen in die eigenlijk naar een woning zouden moeten, maar die geen woning hebben. Die zijn er ook niet. Precies, en die dus in dat AZC blijven zitten. En omdat die AZC's vol zitten, is er noodopvang nodig voor mensen die eigenlijk naar het AZC toe moeten. Dus als ik het goed begrijp, zet Tiele in op opvang voor statushouders. Ja, dat heeft onze voorkeur. Om zoals gezegd die AZC's eigenlijk vooral los te trekken, hè, die doorstroming te bevorderen. Heeft ook onze voorkeur omdat wij geen grote locaties hebben van noodopvang. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij naar de toekomst toe geen noodopvang zouden krijgen in Tiel. Dat hangt natuurlijk heel erg af van hoe groot de instroom naar de toekomst blijft. En of het COA of het kabinet vast blijft houden aan die grotere locaties of ook naar kleinere locaties. Ja, bij Prinsjesdag heeft de PVV geroepen bij monden van Geert Wilders dat er in Tiel een AZC zou komen met een opvang van 300 personen. Maar dat was compleet uit de lucht gegeven. Dat was compleet uit de lucht gegeven. Maar weet ik echt niet. Geen idee. Deze informatie vandaan kwam. En er was voor die tijd ook totaal nog geen contact geweest met een COA of wat dan ook. Nee, wel geprobeerd, vertelde wethouder Van Ree, maar geen contact gekregen. Nee, nou ja, goed, we hebben toen de vraag bij het COA neergelegd van, goh, waar is behoefte aan? Wilt u het braafste jongetje van de klas zijn? Nee hoor, nee. Ik denk dat wij wat dat betreft prima regionaal verband ook met elkaar optrekken. En ook via een VNG-verband landelijk. Elke gemeente heeft gewoon hier een taakstelling in. En moet ook, vind ik, meewerken om dit probleem op te lossen. Op een zorgvuldige manier. En daar opereren wij niet anders in dan andere gemeenten. Dus als Tiel hebben wij nu gezegd als college van laten we vooral proberen. Wij hebben geen grotere locaties, dat is één, voor noodopvang. We hebben wel de sporthal. Ja, maar dat was vooral voor die eerste crisisopvang. Daar is ook een uitvraag over gedaan. Dat ging over die eerste 72 uur. Nu is er vooral behoefte aan noodopvang, grotere locaties. Nou ja, grotere locaties hebben wij in Tiel niet. Kijkt Tiel ook zeg maar gezamenlijk met de regio? Ja, we hebben het initiatief genomen in de regio, zowel in de veiligheidsregio als in de regio de Vierland, om met elkaar dit te gaan afstemmen. Dat is natuurlijk ook heel slim. Zowel als het gaat over noodopvang, als het gaat over statushouders. Als het gaat over noodopvang, is het natuurlijk slim om te kijken van waar heb je nou in de regio grotere locaties. Zoals natuurlijk in Nijmegen bij Heumensoord is gebeurd. En kun je elkaar daarin helpen? Het vraagt behoorlijk ook wat capaciteit, zowel vanuit de gemeente, politie, GGD. Maar nou ja, kunnen we dat überhaupt aan? Hoe ziet u dat? Dat kunnen we aan, maar als je dat concentreert, dan kun je dat makkelijker aan met elkaar. Daar willen we met elkaar over spreken. En wat we regionaal willen afstemmen is die huisvesting van statushouders. Je wil natuurlijk het liefst statushouders tijdelijk huisvesten die ook in jouw gemeente terecht gaan komen uiteindelijk. In woningen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je statushouders gaat huisvesten tijdelijk die in bijvoorbeeld de buurgemeente uiteindelijk terecht gaan komen in een woning. Omdat er misschien hier meer leegstaande panden zijn dan in de buurgemeente. Dus op die manier willen we daar zorgvuldig naar kijken. Er zijn heel wat berichten uit de Tielse samenleving. De een is heel genuanceerd en de andere helemaal niet. Ja. En dan moet u denken aan die vreemdelingen, die willen we hier in Tiel niet. Tot en met van ja, als ze dan eenmaal zijn, hoe zit het met veiligheid, de kosten, wie gaat dat betalen? Uw mening daarover? Nou ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen veel zorg hebben erover. Dat is natuurlijk een enorm ingrijpende problematiek. Zeker als mensen in jouw buurt komen. Mensen zijn er onzeker over. Ik krijg ook heel veel verschillende berichten via de media.
Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat wij daarom heel belangrijk vinden, en vandaar die brief die we gisteren gestuurd hebben bij de rechtbank, dat we tijdig communiceren met mensen, dat we ook eerlijk aangeven van nou, hoe staan we ervoor. We moeten ook eerlijk zijn natuurlijk in dat ook wij als Tiel natuurlijk een belangrijke taakstelling hebben. Zowel voor de huisvesting van de statushouders, dat zal het komend jaar ongetwijfeld meer gaan worden. Tiel voldoet daar al jaren aan. Ja, voldoet al jaren aan. De komende jaar wordt het natuurlijk wel meer in alle gemeenten. Moet u denken aan de kijker, 79 was geloof ik de taakstelling voor dit jaar. 72. Nee, 72. Ja. En dat gaat natuurlijk omhoog, dat gaat maar omhoog. Dat zijn geen duizenden. Nee, dat, we weten natuurlijk niet precies met hoeveel dat omhoog gaat. Wat kan Tiel aan? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, als het gaat natuurlijk over sociale huurwoningen, ja, dan is dat natuurlijk een beperkt aanbod dat we hier hebben. Wat we ook gewoon de reguliere woningmarkt hebben. En daarom, zoals gezegd, is het heel slim om te kijken van kun je woningen realiseren in panden waar tot nu toe nog geen woningen zitten. Dus leegstaande kantoorgebouwen onder andere. En daarvan heeft het kabinet nu ook gezegd, daar willen we ook aan meewerken samen met de provincies. Onze provincie Gelderland heeft daar ook een motie over aangenomen deze week in de Staten. Om te kijken hoe we dat kunnen ondersteunen. Omdat zo'n gebouw heeft natuurlijk dan geen woonbestemming nog. Dus dat moet, nou ja, dan moet dan wat soepelheid in betracht worden. Mm-hmm. Even terug naar uw vraag over de onrust of mogelijke onrust in de samenleving. Wat denk ik heel belangrijk is, nou ja, wat ik zei, tijdig communiceren. Openstaan voor vragen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen veel vragen hebben. Het is ook ingewikkeld. Hè, al die verschillende termen die er door elkaar lopen. En die vragen zijn er, maar ook boosheid, hè? Ja, nou ja, daar moeten we ook ruimte voor geven. Gesprekken over voeren. Nou ja, we hebben de komende raad hebben we daar ook met elkaar gesprekken over. Hoe we daar stil in staan. Ik denk dat ook wel, die oproep wil ik ook wel doen, is dat je ook niet te snel polariseert. Hè? Dus niet te snel allerlei heftige uitspraken naar elkaar gaat doen. Dat is social media tegenwoordig een geschikt medium voor helaas om dat snel te doen. Ja. Dus pas daar een beetje mee op, zou ik zeggen. Probeer niet te veel onrust te veroorzaken. Ik vind wat dat betreft jammer dat in ons nationale parlement, de Tweede Kamer, nu enorm tegen elkaar opgeboden wordt aan allerlei maatregelen en complottheorieën, et cetera. Uh-huh. Vind ik niet goed. Ik vind dat het nationale parlement, je hebt het over een internationale crisis, hè? Een internationaal probleem wat we met elkaar op moeten lossen, op Europees niveau liefst. En nou ja, er zijn natuurlijk politieke verschillen, dat mag, ook in onze raad. Die moet ook uitgesproken worden, maar je moet oppassen dat je niet dat heel erg in het persoonlijke gaat trekken of heel erg gaat polariseren. Want dat veroorzaakt alleen maar meer onrust in de samenleving. Kunnen we met u afspreken dat er als er weer nieuws is over dit vraagstuk, dat u dat ook meteen op de televisie komt vertellen? Lijkt me heel goed. Dat is ook de reden dat ik vandaag ook snel kwam om dit uit te leggen. Dat we toevallig die brief nu hadden over de rechtbank, komt die discussie natuurlijk snel op gang. We gaan het zorgvuldig in beeld brengen. Ik heb ook de raad toegezegd om ook de raad, ik heb de afgelopen commissie bestuur ook dit verhaal verteld, om die ook periodiek op de hoogte te houden. Dus niet te wachten tot er weer een raadsvergadering is, maar ook tussentijds raadsleden te informeren. En ik wil dat ook graag via uw medium doen naar onze bevolking. Nou, dan gaan we u daaraan houden. Mag ik u danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn wij er volgende maand weer. Graag tot dan.